Ik ga jullie het verhaal vertellen van Robinson Crusoe. In een klein stadje in Engeland woonde eens een jonge man die Robinson Crusoe heette. Hij leidde een rustig leventje bij zijn ouders, maar zijn grote droom was het aan boord van een schip te gaan, de zeeën te doorkruisen en zo de wereld te ontdekken. Zijn vader probeerde hem dat idee uit het hoofd te praten. "Dat is veel te gevaarlijk," zei hij. "Er kunnen je allerlei akelige dingen overkomen. Als je hier blijft, kun je rekenen op een rustig en gelukkig leven." Toen de jonge man zijn plannen niet op wilde geven, werd zijn vader boos en voorspelde hem de ergste rampen. Maar Robinson wilde werkelijk heel graag vertrekken. Op een dag kwam hij een vriend tegen die een korte zeereis ging maken en hij besloot met hem mee te gaan. De reis verliep heel slecht. Robinson was vreselijk zeeziek. Bovendien kwamen ze in een verschrikkelijke storm terecht, waarbij de hele bemanning dreigde om te komen. Toen bedacht de jonge man dat hij toch maar beter thuis had kunnen blijven. Maar nauwelijks was de boot afgemeerd of Robinson kon alleen nog maar denken aan een volgende reis. En deze keer wilde hij veel verder weg. Er lag juist een schip gereed om naar Amerika te vertrekken. Deze keer verliep de reis redelijk plezierig. Maar toen het schip in de buurt van de Amerikaanse kust en de Caribische eilanden kwam, werden de matrozen bang dat ze schipbreuk zouden lijden. En toen, op een nacht, brak er een hevige storm los. Het schip begon aan alle kanten te kraken door de windstoten en de huizenhoge golven die het ieder moment dreigden te overspoelen. De toestand was hopeloos. Het vaartuig stootte op een zandbank en sloeg lek. De kapitein gaf opdracht om de reddingsboot te water te laten en de hele bemanning vocht om een plaatsje. Maar in een enorme golf kapseisde de boot en alle bemanningsleden verdronken. Allemaal, behalve Robinson. Een golf sleurde hem mee en toen hij weer bij kennis kwam, lag hij op een strand. "Verschrikkelijk! Al mijn kameraden zijn dood," treurde hij. "En ik heb geen idee waar ik ben. Zijn hier nog meer mensen? Zitten er wilde dieren die me willen verslinden? Mijn vader had toch gelijk toen hij me aanraadde om niet te vertrekken." Omdat de zon steeds feller begon te schijnen en hij erge dorst kreeg, liep Robinson Crusoe naar de bomen aan de rand van het strand. Even verderop vond hij zoet water. Toen hij gedronken had, keek hij weer uit over de zee, die nu kalm was. Hij zag dat de storm het schip op een rots dicht bij de kust had gesmeten. "Ik moet proberen of ik erbij kan komen," besloot hij. "Misschien zijn er nog levensmiddelen aan boord." Hij dook dus het water in en zwom zonder al te veel moeite naar het schip. Tot zijn grote vreugde vond hij er kisten met levensmiddelen, kleding, wapens en munitie en ook een zak graan. Maar dat graan was jammer genoeg bedorven. "Maar hoe krijg ik dat allemaal aan land?" vroeg Robinson zich af. "Ik moet van planken, balken en delen van de mast een vlot maken." Met de weinige gereedschappen die hij kon vinden, ging hij aan de slag. Toen het vlot klaar was, laadde hij het vol met alles wat hij maar kon gebruiken. En bovendien nam hij een hond en twee katten mee, de enige andere overlevende van de schipbreuk. Daarna roeide hij naar de kust. De stroming voerde hem een mooie baai in. "Dit is een goed plekje om een tijdje te blijven," dacht Robinson bij zichzelf. "Ik zal hier wel een paar dagen zitten, dus ga ik hier een hut bouwen." Maar hij besloot om eerst de omgeving te verkennen. Om te beginnen klom hij op een heuveltje. Vanaf de top kon hij zien dat hij op een weelderig begroeid, schijnbaar onbewoond eiland was terechtgekomen. Hij ging terug naar het vlot en begon van de kisten en de planken een hut te bouwen. De volgende dag en de 12 dagen daarna ging hij steeds naar het schip en haalde er alles af wat hij mee kon nemen. Nauwelijks was hij daarmee klaar of de rest van het wrak werd door een storm weggeslagen.
Robinsons hut was niet erg geriefelijk en bood maar weinig beschutting tegen de regen en tegen eventuele aanvallen van wilde dieren. Bovendien kreeg hij in de gaten dat hij nog wel een paar weken op het eiland zou moeten blijven. Daarom besloot hij een veiligere schuilplaats te bouwen. Hij koos een plek met uitzicht over de baai, voor het geval dat er een boot zou langskomen. Op die plaats vormde de bodem een natuurlijk terras, onder een vooruitspringende rots. Hij sloeg palen in de grond en zette een tent op, die hij van stukken zeil had gemaakt. Hij beschermde zijn woning met een dubbele omheining. Uit voorzichtigheid maakte hij geen poort in die omheining, maar besloot hij met een ladder naar binnen en naar buiten te gaan. Daarna bracht hij al zijn spullen naar binnen. Toen bekeek hij het resultaat van zijn werk. "Nu ben ik heer en meester van een echt fort," stelde hij voldaan vast. Omdat hij bang was dat hij de datum niet meer zou kunnen bijhouden, zette hij op het strand een stuk van de mast rechtop en hij nam zich voor er elke dag een kras in te zetten. Daarna ging hij het eiland verder verkennen. Hij ontdekte een vlakte waar wilde geiten rondzwierven. Hij schoot er een paar voor het vlees en liet de huiden drogen. Later slaagde hij erin om er een paar tam te maken en zo kreeg hij een kleine kudde, waardoor hij altijd vlees en melk had. In de bergen bouwde hij een soort buitenhuisje met een omheining voor de geiten. De zak met bedorven graan had hij zomaar ergens op de grond leeggegooid. Een paar dagen later zag hij tot zijn grote verbazing dat er op die plek jonge scheuten graan groeiden. Toen het graan rijp was, bewaarde hij een gedeelte ervan om het weer in te zaaien. Van de rest maakte hij meel, al ging dat niet gemakkelijk. Weken, maanden en jaren gingen voorbij. In het begin speurde Robinson voortdurend de horizon af, in de hoop dat hij op een dag een schip zou zien dat hem mee terug kon nemen naar Engeland. Maar na verloop van tijd had hij de hoop opgegeven. In plaats daarvan probeerde hij zijn levensomstandigheden steeds te verbeteren. Noodgedwongen was hij timmerman, groentekweker, landbouwer, veefokker, bakker en kleermaker geworden. Ook uiterlijk was hij erg veranderd. Hij was mager geworden en had een lange baard gekregen. Hij had zijn versleten kleren zo goed en zo kwaad als het ging hersteld en van geitenvel had hij een soort hoed in elkaar geflanst om zich tegen de regen en de brandende zon te beschermen. Toen hij een papegaai had leren praten, voelde hij zich een beetje minder eenzaam. "Arme Robinson Crusoe," riep de vogel soms vol medelijden. Er waren nog een paar andere dieren die hem gezelschap hielden. De hond was al lang dood, maar de katten hadden jongen gekregen. Robinson had ook een geitje als huisdier genomen dat altijd achter hem aanliep. Hij ging graag vissen of op het strand schildpadden vangen waarvan hij het vlees en de eieren at. Hij had ook een kano gebouwd en zo kon hij rond zijn eiland varen. Langzaam maar zeker raakte hij gewend aan de eenzaamheid die hem in het begin zo zwaar gevallen was. Maar op een dag, toen hij op een gedeelte van het strand, vrij ver van zijn huis, rondliep, zag hij daar tot zijn stomme verbazing de afdruk van een voet. Geschrokken vluchtte hij terug naar zijn huis. "Morgen klim ik op de berg om dat stuk strand in de gaten te houden," dacht hij bij zichzelf. En de volgende dag ging hij al vroeg naar zijn uitkijkpost. Wat hij toen zag, vervulde hem met afschuw. Een 20-tal halfnaakte mannen waren met 3 gevangenen in hun kano's aan land gekomen en maakten een groot vuur. Daarna doodde de wilde een van de 3 gevangenen met een mes en sneden ze zijn lichaam in stukken. Ze roosterden de stukken vlees en aten die op. "Wat afschuwelijk," mompelde Robinson. Plotseling slaagde een van de 2 nog levende gevangenen erin te ontsnappen. Robinson, die zijn geweer meegenomen had, rende de berg af, schoot op de achtervolgers en redde zo het leven van de man. Robinson was al 25 jaar op het eiland en voor de eerste keer ontmoette hij er een mens. Het was een jonge inboorling die geen woord Engels sprak. Hij probeerde zijn redder met gebaren te bedanken en slaakte kreten van vreugde. Robinson zei tegen hem: "Ik zal je Vrijdag noemen,
want vandaag is het vrijdag. Hij liet hem in zijn fort binnen en in een paar weken leerde hij hem een beetje Engels en maakte hij hem tot zijn knecht. Hij maakte kleren voor vrijdag en begon aan zijn opvoeding. Hij onderwees hem in de christelijke godsdienst en leerde hem om te gaan met gereedschap en wapens die vrijdag nog nooit van zijn leven gezien had. Ten slotte overtuigde hij hem ervan dat hij nooit meer mensenvlees mocht eten. Vrijdag maakte snel vorderingen en was een grote hulp voor zijn meester, die alles met hem deelde en voor wie hij alles over had. Zo brachten ze 3 tamelijk gelukkige jaren door. Maar op een dag kwam Vrijdag naar Robinson toegerend en schreeuwde: "Meester, wij zien een schip niet ver!" En ja hoor, niet ver van de kust lag een groot schip voor anker en een sloep naderde het eiland. Robinson en Vrijdag zochten een uitkijkpost op. Ze kregen al gauw in de gaten dat Engelse matrozen die tegen hun officieren in opstand gekomen waren, hun kapitein op het eiland aan land wilden zetten. Toen bedachten Robinson en Vrijdag een list. Ze legden op verschillende plaatsen wapens neer in een wijde kring rondom de matrozen. Daarna schoten ze de wapens 1 voor 1 af om de indruk te wekken dat ze met velen waren. In paniek renden de matrozen alle kanten op. Zo kon Robinson ze 1 voor 1 gevangen nemen. Daarna bevrijdde hij de kapitein. 2 van deze mannen, verklaarde de kapitein, zijn de aanstichters van de muiterij en ik kan ze niet meer aan boord nemen. Als de anderen er echter spijt van hebben dat ze zich hebben laten meeslepen en mij trouw zweren, zal ik ze vergeven. Wat u betreft, u hebt mijn leven gered. Als u wilt, kan ik u meenemen naar Engeland. Dat voorstel nam Robinson graag aan. Hij was al 28 jaar op het eiland. Hij ging dus aan boord met Vrijdag, die bij hem wilde blijven, en zonder verdere problemen bereikten ze Engeland. Robinson was er al zo lang niet geweest dat hij er zich een beetje een vreemdeling voelde. Hij wilde zijn ouders terugzien, maar die waren helaas al jaren geleden gestorven. "Mijn vader had zo graag gewild dat ik bij hem gebleven was," dacht hij bedroefd. "Maar zou ik zoveel geleerd hebben om allerlei moeilijkheden te overwinnen als ik al die avonturen niet beleefd had?" En Robinson had alweer zin om zo snel mogelijk te vertrekken.